Nou heeft in 2014 uit mijn hoofd uw fractieleider, zeg ik even, via de voorzitter over Marokkanen, wat heeft geleid tot een veroordeling. Mijn vraag is dan gericht richting de beoogde staatssecretaris, de heer Jansen. Want die is namelijk in datzelfde jaar uit zijn fractie gezet. En er is nog één ding uit dit artikel wat ik even ook bij u nog neer wil gooien. En dat gaat over de destijds minder uitspraak van Geert Wilders. Ik las dat u daar achter staat en eigenlijk nog altijd achter staat. Absoluut. Ja. Ligt dat niet gevoelig, bijvoorbeeld in uw nieuwe rol als staatssecretaris? 8 van de 9 raadsleden hebben in Almere afstand gedaan van die verklaring. Van de heer Jansen heb ik dat nog niet terug kunnen vinden. Kan de heer Jansen afstand doen van deze verklaring? In 2014 heb ik geen afstand genomen van die uitlatingen. En dat doe ik op dit moment ook niet. Ik hoor de beantwoording van de heer Jansen en ik maak mij enorm zorgen. Er is namelijk een verschil tussen vrijheid van meningsuiting en strafbare uiting. Dat de beoogd staatssecretaris geen afstand wil doen van strafbare uitingen, daar maak ik me zorgen om het volgende. Ik heb hier een tweet van de heer Jansen, waarin die aangeeft minder Marokkanen is minder overlast, is minder criminaliteit. Maar beseft de heer Jansen wel dat in de rol waar hij straks komt, dat met al de ogen die hierop gericht zijn, dat hier waarschijnlijk ook een aangifte tegen de heer Jansen op zal volgen en dat die mogelijk gewoon strafbaar zijn.